Voetbalvereniging Lira kan voorlopig niet beschikken over nieuwe grasmatten op haar kunstgrasvelden. Er zou 5 september gestart worden met het vervangen van beide velden, maar volgens de Lierse vereniging zijn deze activiteiten nog niet gestart omdat de aannemer de zaken niet op orde heeft. De kunstgrasvelden zijn pas een jaar oud, maar zijn door een fabrieksfout alweer aan vervanging toe. Dit vanwege grote gaten en slijtageplekken. De slechte plekken worden nu gerepareerd. Wanneer de aannemer nieuwe velden gaat aanleggen is nog niet bekend.